Toen ik ooit verkering kreeg met de Arjan en Arjan vertelde dat hij piloot wilde worden voor MAF, toen stond ik helemaal niet zo te springen. In Uit of Thuis ga ik langs bij zendelingen die op verlof zijn in Nederland. Voor het eerst in 3 jaar is de familie Paas weer terug vanuit Papua-Nieuw-Guinea in Nederland. Ik ga een dagje met ze naar de dierentuin en ik ben benieuwd, wat hebben ze nou het meest gemist aan ons land? En waarom zijn ze eigenlijk zo ver weg gaan wonen? Hoe is het voor jou om weer in Nederland te zijn? Ja, leuk. Prettig. Het voelt als thuis. Atje en ik zijn hier opgegroeid en ja, dit is gewoon waar wij nog steeds thuis horen. Zijn er dingen die je hier in Nederland kan doen die je ook echt een beetje mist omdat ze thuis in Papua-Nieuw-Guinea niet kunnen? Het eerste wat in me opkomt is even de fiets pakken, naar de Albert Heijn gaan. Dat soort dingen. Of een rondje lopen s'avonds. Dat kun je daar op zich wel doen, maar dat is niet echt heel veilig. En ja, zeker in het donker wordt het niet aangeraden. Nee. Dus jij springt hier iedere dag een plek op de fiets? Ja, inderdaad. Even naar de winkel. En we halen niet alles in één keer, zodat we meerdere kansen per dag hebben om onze boodschappen te doen. Ja. Kijk, Lucas. Zie je de olifant? Wauw. We wonen al heel lang in het zendingsveld, inmiddels al zo'n 13 jaar geleden zijn we vertrokken. Het was zeker een bewuste keuze om het zendingsveld in te gaan. Als ik terugkijk in mijn leven, dan kan ik zien dat God daar gewoon een duidelijke weg in of een hand in had. Mijn docent of meester op de basisschool schreef al dat hij mij wel zou verwachten als piloot in Afrika. Toen op de middelbare school aan het eind ben ik luchtvaarttechnologie gaan studeren. Tijdens de beroepsopleiding, HBO, ben ik op werkvakantie geweest in Tanzania. En via kwamen we toen in de MAF-hangar terecht. En mocht ik, een dagje heb ik daar meegelopen, mocht ik meevliegen op een vluchtje. En toen werd het helemaal duidelijk van, ja, dit wil ik heel graag. En toen ik ooit verkering kreeg met de Arjan en Arjan vertelde dat hij piloot wilde worden voor MAF, toen stond ik helemaal niet zo te springen. Toen zijn we samen een half jaar na ons huwelijk, gelijk na ons trouwen, zijn we een half jaar naar Afrika gegaan. Om eens te kijken van, hè, hoe gaat dat dan, hoe werkt dat? Toen kwam zij haast nog enthousiaster terug dan ik was. En dat was voor mij ook alweer een bevestiging van, God is daar ook met mij en die wijst mij daarin de weg en die opent deze deur, dat mijn vrouw dit ook graag wil doen. Kun je ook een voorbeeld noemen van iets wat je echt concreet hebt meegemaakt in jouw werk tijdens het vliegen? We moesten naar een landingsbaan toe en we dachten van, we nemen gewoon wat vracht mee. Dan zetten we de vracht daar af en dan gaan we direct weer weg. En we stonden op punt om de deur dicht te trekken en de motor te starten. En toen kwam er een man aanrennen over de strip en die zei, kun je nog even 10 minuten wachten? We zijn onderweg met onze broer en die is uit de boom gevallen. En na 10 minuten kwamen ze aan op een soort zelfgemaakte brancard. Een man erop, duidelijk in heel veel pijn. En zijn been zag er echt niet goed uit, veel bloed en zo. Zo zagen we maar weer dat wij op de juiste tijd op die airstrip waren, zodat we die man konden helpen en naar het ziekenhuis konden brengen. Je ziet gewoon dat God aan het werk is. Je ziet dat God alles in de hand heeft en alles op de juiste tijd bij elkaar brengt, zodat mensen hulp ontvangen. En die van mij, dat voor mij is maar één voorbeeldje, maar we maken dat wekelijks mee. Dat wij net op de juiste moment van de dag bij een airstrip komen. Of dat wij de hele vluchtplan al om moeten gooien vanwege het weer. En dan ergens landen waar we helemaal niet van plan waren. En dat daar juist iemand is die hulp nodig heeft. En dat is zo mooi om te zien. Ja. En als je alles twijfelt aan God en of die nog bezig is, dan zie je hem daar aan het werk. Ja. Hier zouden de otters moeten zijn. Het grootste gedeelte van de Papua-Nieuw-Guinea's zou zichzelf ook een christen noemen. De meeste mensen gaan ook naar de kerk op zondag of op zaterdag. Er zijn heel veel Seventh-day Adventists. Het land is officieel denk ik 80% christelijk. Dus als christen is het wat dat betreft makkelijk. Je wordt er niet op aangekeken. Het is ook niet verboden. Wat je wel ziet is dat het christelijk geloof nog best wel veel vermengd is met de oorspronkelijke geloven en ideeën.
En dat er wel diepgang mist en dat er veel onderwijs nodig is. Ja. Dus in principe, omdat wij christen zijn, daar wordt gewoon heel positief op gereageerd. Ja. Wat wij doen als piloten en ik persoonlijk, is dat ik bid voor elke vlucht met mijn passagiers. Daarnaast nemen we vaak een Bijbelbox mee. Dat is gewoon een klein doosje, gereedschapskist met bijbeltjes erin. Die wij voor een heel gereduceerd tarief verkopen aan de lokale bewoners. Om zo de mensen de kans te geven om te kunnen lezen. Daar zitten ook solarbijbels bij. Dat zijn audiobijbels. Zodat mensen, als ze niet kunnen lezen, gewoon kunnen luisteren naar het woord. We wonen op een compound. Dus dat is een stukje land wat helemaal omheind is. Met vijf andere gezinnen. Vijf andere mafgezinnen. Dus we wonen met vijf families, 18 kinderen. In de afgelopen 2 jaar waren we allemaal aan het thuisscholen vanwege COVID. Dus er was iedereen gewoon de hele dag thuis, behalve de piloten. Dus dat is eigenlijk wel heel gezellig. Hè? De mensen op de compound zijn je vervangende familie. We doen heel veel samen. We hebben barbecues, we hebben samen gebedsavonden. De kinderen spelen natuurlijk altijd samen. Maar er is ook echt wel ruimte om gewoon iets met je eigen gezin alleen te doen. En je wat terug te trekken als je dat wil. En dat begrijpt ook iedereen. Jij geeft de kinderen natuurlijk ook thuis les. Hoe is dat voor jou? Ja, dat doe ik ook al heel erg lang. Al sinds Arnhemland. Dus we zijn daar ooit begonnen in 2012. Toen ben ik al begonnen met mijn meisjes als kleuters. Eerst in het Nederlands. De afgelopen 2 jaar zijn we geswitcht naar Engels. Omdat we wisten dat onze kinderen naar een Amerikaanse school zouden gaan. Dat is heel intensief. Maar ik vind het ook wel weer heel erg mooi om te doen. Ik denk wel dat ons gezin veel meer naar elkaar toe is gegroeid. Over de jaren. Je leert elkaar heel goed kennen. Je moet het samen doen. Of je dat nou wil of niet. Dus de twee oudste meiden zijn ook gewoon goede vriendinnen. En dat is heel mooi om te zien. Voor mij is het denk ik als moeder niet heel veel anders of ik nu daar ben of hier. Denk je er wel eens over om weer eens terug te verhuizen naar Nederland? In principe zitten we er wel echt in voor het leven. Zolang de kinderen gelukkig zijn, zolang dat goed gaat, zijn we ook bereid om gewoon in het zendingsveld te blijven. Hoe meet je of het nou echt goed gaat met je kinderen? We vragen het gewoon van, hey jongens, zouden jullie liever hier wonen of zouden jullie liever weer teruggaan naar Papua-Nieuw-Guinea? Hebben jullie het gevoel dat jullie genoeg vriendjes en vriendinnetjes hebben? Wat vinden jullie van de homeschooling? We vragen het gewoon. En ik denk dat onze kinderen daar ook best wel open over zijn. Kijk, het is natuurlijk altijd een beetje lastig om dat in te schatten. Maar vooral mijn oudste twee dames van 14 en 12, die willen we echt heel graag terug. Wat eten jullie normaal in Papua? De lokale mensen eten veel zoete aardappel. Dat noemen ze kaukau. Dat is een andere soort dan deze, want deze is wat rood van binnen. Daar is hij veel witter. Er zit veel meer zetmeel in. En dat eten ze vaak met een soort spinazie. Dat heet kummel. Dat kun je in Nederland helemaal niet krijgen. Dus dat kan ik helaas niet voor je klaarmaken vandaag. En dat is wat de mensen ook veel eten. Ze noemen het garden kaikai, dus veel eten uit de tuin. Maar vandaag, wat maken we? Een soort van hartig ontbijt met zoete aardappel, een eiersalade. Gekookte eieren eten ze trouwens ook best wel veel. Die kun je gewoon op straat kopen, daar lopen ze gewoon mee rond en dat bieden ze aan om te kopen. Dus dat gaan we vanochtend maken. Wij hebben vooral fruit in de tuin staan, dus we hebben wat ananasplanten, bananenbomen. Passievrucht groeit goed, aardbeien. Maar ik vind het juist ook heel belangrijk om naar de markt te gaan. En om zo de lokale economie te steunen. En het is ook een mooie manier om met de lokale bevolking in contact te komen. Want als je gewoon de nood ervaart, als je ziet hoe die mensen leven. En nu in Papua-Nieuw-Guinea ook, dat er gewoon geen wegen zijn naar bepaalde dorpjes. Hè. Die mensen zitten daar helemaal afgesloten. En het MAF-vliegtuig is gewoon de enige lifeline die ze hebben. Met medicijnen, of onderwijs en personeel, of gewoon zelfs voor eten. Ja, dat maakt wel dat je door wilt gaan. En dat je gewoon ziet van, deze hulp is gewoon heel erg nodig. Ja. God heeft mij dat verlangen gegeven. Dus wij doen het heel graag. En ik vind het geweldig mooi om dat werk te doen. Dus in die zin is het haast makkelijk om weg te gaan hier en daar weer ons leven op te pakken elke keer. Maar aan de andere kant, je ziet ook wat je mist. Dat het leven daar niet zo makkelijk is als het leven hier. Dat er frustraties zijn, dat je moe wordt van het weer soms. Als het altijd warm is, dan word je gewoon moe van.
Ja, dat er niet altijd alles verkrijgbaar is in de supermarkt. Al die kleine dingetjes die het leven soms moeilijk maken. Maar ook voor de kinderen vooral, zeker nu ze opgroeien. Je ziet toch wel dat ze bepaalde dingen missen. Wat voelt voor jou echt als thuis? Is dat in Papua-Nieuw-Guinea of hier in Nederland? Tja, dat is wel een beetje moeilijk, want in Papua-Nieuw-Guinea, daar wonen we nu echt. En hier komen we eigenlijk op vakantie, maar tegelijk is dit ook wel ons thuisland. We gaan er iedere keer weer naar terug en al onze familie woont hier. Dus allebei een beetje. Hoe is het voor jou om nu weer zo hier tussen de vliegtuigjes te staan? Begint het dan ook gelijk weer te kriebelen om zelf te gaan vliegen? Ja, wel een beetje inderdaad. Ja. Ja, het is heel leuk om vakantie te hebben en om even niet aan vliegen te hoeven denken. Maar als je er zo tussen staat, dan kriebelt het direct inderdaad. Ja. De grootste drijfveer is God, God zelf. Hij heeft ons zijn liefde laten zien, dat er vergeving is in Jezus Christus. En die vergeving die is er voor iedereen. Maar hoe kunnen de mensen weten dat die liefde en die vergeving er is als ze er nooit van horen? En of daar nooit een voorbeeld van zien. En daarom zijn wij daar.